vol. Ja. Maar ik ben zo benieuwd. Ik ruim aan die rug. Doe mij maar spelen. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer met Anne en Nina. Anne en Nina. Zoals je ziet hebben wij een hele berg met Subway broodjes. Het ruikt echt naar Subway. We hebben eigenlijk, volgens mij is dat elk broodje. Ja. En dan een beetje zelf gepersonaliseerd. Hoeveel zijn het er? Bij de een hebben we dan weer een ander soort kaas. Ja. We hebben er 10. Wat hier is dit? Oh ja, goed. Koekjes en ik weet niet waarom dit hebben. Dat zit dus bij mij. Ja, dan kan je lekker ertussen stoppen. Hier staan ze allemaal. Oké, okay, dus dan kunnen we, als we eentje hebben, dan kun je zeggen wat erop zit. Maar er staat ook een nummer bij. Oh nee, nummers. Ik dacht zo. Wat heb ik? Ja, voor mij heb ik iets heel lekker. Jij hebt dus een guacamole. Voor mij heb ik iets. Zo, wat is dit dan? Oh, dit zit taco! Oh, dan moet je echt dit. Ja, daar moet je tussen. Maar dit zit er al tussen. Ja, maar meer. Nee joh, nog meer joh, lekker. Wat is dit? Ik heb... Jij hebt de kip. Oké, okay, maar doen we... Niet normaal, jullie mag het even... Nee, hoe gaan we dat? Guacamole bij gedaan. Hoe gaan we dit doen? Oh, er zit ook bij. Ja, ik heb chicken teriyaki met guacamole extra. Ik heb steak en cheese. Zo, toevallig ook weer dan precies deze pakken. Hier zit dus gewoon taco's gehakt en salami en zo. Dat is bizar. Ja, die wil ik hierna. Oh my god. Aha, man. Dit kan je ook niet zo hard eten. Mijn brood is wel een beetje hard, maar saai. Ja, hij is gewoon koud geworden. Wel lekker. Deze is sowieso echt fucking lekker, maar deze bestel ik altijd. Wat is dat? Geen cheese. Oh. Deze? Ja. En welke kaas heb ik op die stekentjes staan? Mix. Cheddar en mix. We hebben echt gewoon van alles gedaan. Ja. Dit is lekker hoor, jongens. Ja? Ja. Nou, onze go-to bestelling is of chicken teriyaki of steak and cheese. Wat gaan we vandaan? Jij wordt ook gebeld. Ja. Trouwens, mijn laptop. Hi. Hi. Zo, hoe gaat het in? Jij bent Jelleke? Mam, ik ben midden in een video. Oh, maar wij zijn hier nog wel heel even. Wij zijn pas over anderhalf, twee uur thuis. Ja, dan ben ik bij Nina. Oh, jij eet niet thuis, hè? Oké, okay, dat weet ik genoeg. Oké, okay, doei. Joe. Nou, en je ziet er trouwens netjes uit. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, je had het van binnen. Doei, doei. Doei, doei. Oh. Ik ga ook even een paar Doritos erop doen, hoor. Doe even wisselen. Oh ja. Ik zit al een uur aan het drinken vandaag. Oh, ik moet hier nog even... Oh nee, ik kan wel... Hier, jij mag deze. Ik neem even aan. Oh. Oh. Die is lekker, hoor. Wat is dit? Chicken... Wat is dit? Nou, voor mij is het die chicken teriyaki, maar... Ik vind hem anders, hoor, dan gast. Dit met die Doritos is lekker. Heb je hier ook chips dus gedaan? Ja. Lekker. Heel lekker. Zo, wat is dit, ja? Nee, dit is geen teriyaki, dit is een andere chicken. Mm-hmm. Maar we hebben geen andere. Jawel. Wow. Nou, dan tussen de wrap gedaan. Wacht, nu ben ik het zat. Chicken teriyaki. Ik ga nog even een kippeling wrap. Oh. Hè? Nou, dan moet het wel chicken teriyaki zijn, maar hij smaakt wel anders. Ja, maar het is... Dit is een gekke wrap. Wow. Oh. Nou, dit zou ik iedereen aanraden met chips ertussen. Ja. Lekker. Dat moet je echt doen. Die mayo is ook wel lekker, ik zeg je eerlijk. Is dat mayo? Ja, dit... Nog een wrap. Ja, we hebben twee wraps. Oké. Okay. Chicken en gegrilde kip. Heel lekker deze. En? Die zijn niet helemaal groot, die wraps. Kijk hoe groot het is. Beuken. Chicken. Viala wrap. En gegrilde kip twee. Maar dit is echt alsof je gewoon een soort burrito zit te eten. Dit is echt zo juicy ook. Kijk, komt allemaal spul uit. Lekker. Oh, dit is ham. Ja. Hoe heet dit? Ik denk dat het dat... Kip met ham. Dat dat Subway melt is. En heel veel kaas. Ja. Maar dat is simpel. Ja. Gewoon een beetje simpel brengen. Doe die eens, ik wil even een hap van deze nog. Deze is ook zo lekker. Waar guacamole op zit, die is eigenlijk... Oh, hij is wel warm. Leg ik deze nu even aan de zijkant. Maar... Eeuw. Het is gewoon een broodje gezond. Een broodje ham. Die lekker. Wat is, hoe heet deze dan? Ja, dit is volgens mij die Subway Melt of zo. Oh. Subway Melt. Ja, jonge kaas, slaat, tomaat, rode ui.
Nou, dit is gewoon saai. Dit cocktail. Ja, dit zou je niet zo snel bestellen, denk ik, bij de Subway. Nee. Even uitpakken, jammer. Ja. Oh ja. Maar dit is echt goed voor ons, want altijd staan we in de Subway te kutten. Wat gaan we nemen? Ja. En altijd doe je hetzelfde. Nu gaan we, ik ga nu echt een keer lenen van die taco dingen. Zo. En dan... Hé, hey, wat is dit dan? Dat is denk ik een steakhouse. Ik heb hier nog één steak. Ja, American meat. Steakhouse. Gewoon een soort burger. Ja, het is echt een burger. Wow, dit is denk ik de spicy Italian. Zo. Is het allemaal ook spicy. Ja, het is wel echt een burger, ja. Het is een soort pizza. Oh ja. Ik heb deze niet geproefd. Echt niet? Nee. Die taco niet. Nee. Grap, eten. Grap, jongen. Oude gabber, man. Hij is heel lekker. Ja. Ja. Wel een andere kaart. Ik heb die steak die, die jij altijd neemt, die heb ik nog nooit geproefd. Steak and cheese? Nee. Die heb je net toch al geproefd? Nee. Wel, daar begon jij mee. Nee, nee, zij hebben oh, we hebben echt helemaal niet goed doorgegeven. Hier. Dit is een soort burger. Dit is gewoon een soort pizza, heel erg hoog. Wat zit daarin? Pepperoni en salami, oh. Kaas. Oh ja, dit is lekker man. Is die lekker? Dat is die American zeker. American cheese. Volgens mij is het zo onoverzichtelijk. Ja, dit is echt niet normaal. Het lijkt ook allemaal op elkaar. Zeg maar, mensen denken echt, wat de fuck zijn jullie aan het eten? Ja. Ja, we zitten meer gewoon zelf een beetje te vreten. We zitten gewoon alleen naar dit broodje te kijken. Ja. Bij iedereen, zeg maar. Oh, kut, we hebben geen thumbnail. We kunnen ook straks even reten welke wat onze ja. Drie is. Ja. Dan kunnen mensen weten wat ze lekker van moeten. Ja. Lekker. Al die broodjes allemaal open gaan. Wil je met deze proeven? Ja. Ik wil deze ook proeven, de steakhouse. Mm-hmm. Maar is het gewoon één burger? Ja, het is zo zo'n lange. Ja. Lange burger. Oh. Tot nu toe vind ik die steakjes zo lekker nog eigenlijk. Ja. Oh ja. Het is wel gek om dit als avondeten te eten. Ja, dit is echt heel raar. Maar ik dacht als we dit als lunch gaan doen, dat wordt zo heftig. Ja, daar heb je wel veel broodjes hoor. Voor de lunch. En die hebben we eigenlijk niet geluncht. Dus is het gewoon. Wat is het dan? Gewoon brunch avondeten. Ja, brunch, of brunch avondeten. Mm-hmm. Ik vind die burger ook wel lekker, maar. Termijn! Deze veel smaak, man. Waar is de sticker? Ja, hè? Een soort echt gewoon pizza smaak. Ja. Lekker. Oh. Waar is steak and cheese? Is dat die? Ja. Joh, nog even een hapje. Maar daar doen we altijd guacamole op, dat moet. Mm-hmm. Veel lekker. Oh. Dit is tonijn, jongens. Oh, en? Best wel heftig, wel lekker. Toen hij meldt. Dus guacamole moet je wel altijd snel echt opeten, hè? Want anders wordt hij zo sompig of zo. Wordt je broodje zo te zacht? Ja. Het is hem wel dik gevuld, eerlijk. Ja, je krijgt wel gewoon wat voor wat je betaalt, zeg maar. Ja, ik vind deze heel duur. Nee? We hebben dit voor dit allemaal €60 betaald. Ja. Als je sushi gaat bestellen, dan heb je voor €60 echt één box. Ja. Wat vind je van die tonijn? Ja. Zo! Hij is heel zacht. Dat vind ik heel zo dik. Lekker aan de Subway dat ze het gewoon lekker volgooien. Ze doen echt niet karig met die saus hoor. Nee, dat vind ik helemaal niks. Nee, het is een beetje veel te veel tonijn. Ja. Oh, wil je deze pizza? Nee. Nee, dat vind ik echt niks. Nu. Wil jij misschien een mes pakken? Ik vind die chippies zo lekker erbij. Ik ben heel benieuwd wat de tijd is van Mina. Ja, ik ook. Miep. Oh, ik voel hem nu al ervan zitten. Ik kom heel zwaar. Alsof ik het lees. Wat heb je een mes voor nodig? Waar zijn de schone messen? Schone messen? Hé, waar heb je voor nodig dan? Voor dit. Oh. Ja, had ik al gezegd, joh. Oké, dit is... Het is gewoon echt brood, hè. Chicken. Wat? Of chicken fiara of gegrilde kipfilet. Ik denk dat dit... Dat is een eerste. Ik kan beter verschil kijken. Ik vind die tonijn niet bijzonder. Gadver, ik vind die tonijn heel hoor. Dat is sowieso gegrilde kipfilet. Ja, en dit is gegrilde kipfilet fiara. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar het verschil tussen een wrap en een broodje. Ja. Of dat nou echt veel lekkerder is of niet. Mmm. Dit is lekker hoor. Mmm. Dit is gewoon een soort burrito. En dit is wel een gezonde wrap. Ja. Dit is eigenlijk beter. Lekker. Zo'n... groentewerk. Jullie hebben er zelf zeker? Nee, andere. Nou, dan jou. Mm-hmm. Ik denk dat die meer smaak zit. Dat zie ik nu al. Deze. Mm-hmm. Die heeft niet zo heel veel smaak. Pizza?
Die is lekker, hè? Nou. Die fiatje is lekker. Ja. Dit is eigenlijk degene die gewoon op brood doet altijd. Ja. Maar dan met werp omheen. Gewoon echt dezelfde smaak, zeg maar. Oh ja, dat is gewoon een werp met een beetje kip. Een lekker afgevleugeld stukje. Ja. Nou. Ik vind een werp ook wel een keer dat ik dat ga doen. Ik ook. Ik wil die chips even op mijn broodje. Heel lekker. Ja. Ik heb alle broodjes geprobeerd eigenlijk. Ja. Kijk, deze oorlogstafel ook. Nee, echt niet. Alles af. Waar zijn al die... Heb je ze ook weer weggegooid? Al die servetten. Oh ja, zeker. Echt? Ja. Oh, ik ga pakken weer. We hebben ook nog alle koekjes. Wat is onze veef? Ik vind het lastig. Het smaakt... Eigenlijk smaakt het ook weer allemaal weer een soort van hetzelfde. Ja. Ja, ik vind... Steak and cheese, maar dan met die chips echt... Niet normaal. Bijzonder lekker gewoon. Ik vind dat zo lekker. Met guacamole en chips. En dan moet je echt de mixed mozzarella nemen. Het is echt heel lekker. Ja. En dan met chips erop, guacamole, lekker uitje, tomaat. Dat is echt... Oké. Twee. De taco. Taco, ja. Broodje. Ik chicken wel. Die jullie altijd nemen normaal. Chicken teriyaki. Ja. Maar die hadden we niet. Wel, die zit je niet eten volgens mij. Oh. Taco. Op drie. Ja, die taco is wel echt met pepperoni ook, hè? Ja. Nee, taco op twee bij mij. Ze hebben wel echt mijn best met deze ook gedaan. En dan moet ik wel echt zo'n zakje chips er ook bij. Ik ga voor gewoon zo'n zak chips erbij nemen. Misschien is dat ook wel de reden dat ze deze chips daar verkopen. Ja. Ze kopen letterlijk alleen deze chips. Echt? Ja. Volgens mij wel. Misschien is dat echt een ding. Dat je, ja. Dat misschien is dat een soort van Subway dingetje. Hoe leuk dat we er nu achter zijn gekomen. Ik vond het echt... Niet sowieso overal er friet en er, en er chips tussen. Maar dat ben ik ook echt. Net crunchy. Wij zitten altijd van die rare combinaties te vreten. En Anne denkt echt, wat fuck zijn jullie aan het doen? Doe maar allemaal. Sushi in de mayonaise, in de pizza met de patat en de... Heerlijk! Altijd gekse combinaties. Oh! Nee. Oh! Oké, ik ga het hier neerzetten op beeld. Dat bedacht ze even inderdaad. Oh, dat is wel lekker, ja. Ja. Waar is die taco? En dan proef ik me ineens weer en denk van, ik moet ook even nog even. Maar er was nog eentje die ik lekker vond. Waar is die steak? Ja, die pizza. Pizza! De spicy Italian. Nee, die vind ik zo lekker. Dat is heel, maar dat zijn echt 6 lagen salami en klakkel. Ja. Was wel een beetje vol, maar ik vond wel gewoon... Nou, de taco is echt... Maar met die chips, hè, dat is zo knapperig. Hey, dat vind ik de crunch. Heb je die steak cheese op? Hier nog een heel mooi stukje. Nee. Afgebreten. Door mij. Dus steak and cheese. Oh. Mm. En dan, jij zegt dan de... Nee, ik zeg ook wel eerst dan de chicken teriyaki en dan de taco. Ja. En welke vond je het meest? Die taco die kent mij nog niet. Dus als het nu een beetje overal. Maar ik zou die taco elke keer kunnen bestellen. Nee. Chicken teriyaki blijft altijd wel een all-time favorite. Ja. En die wrap ga ik een keer doen. Gewoon een steak and cheese in wrap of zo. De chicken teriyaki. Kan ook. Ja, je wil alles. Oh. Ja, want nu weten we dat het een lekkere wrap is. Ik was bang dat het zo... Die wrap zelf vind ik echt goed, hoor. Ja. Ja. De meest vieze vond ik de Subway Melt. Ik ben echt benieuwd of mensen uit Amsterdam... Maar dat zou je thuis ook maken. Of uit de stad. Ja. Ook Subway halen, want hoeveel keuze heb je daar? Ja, heel veel. Het is ook niet dat wij vaak Subway gaan of zo. Het is ook maar... Nee, echt 1 keer in de maand eigenlijk. Ja, 1 keer in de maand. Ik ben al best wel vaak. Nee, we gaan helemaal minder denk. Ja, 1 keer in de laatste tijd zijn we gewoon vaak. Ja, daarvoor nooit. We hebben soms ook gewoon een half jaar niet. Nee. En dan nu opeens hebben we opeens Subway uitgevonden. Maar weet je, het is als je ergens zin in hebt, maar je wilt niet te vettig zoals McDonald's of zo. Ja, en maar een goede lunch. Ja. Je zit echt fucking vol. Ja. En de meest vieze vond jullie ook deze, denk ik. Ja. Ja, maar die tonijn vond ik ook niet heel lekker. Oh maar. Nee, die vond ik trouwens wel viezer. Waar is die tonijn? Ja, die ligt hier. Godverdamme, jongens. Kijk wat een dikke, smeuige. Waar is die kaas überhaupt? Ja, het is gewoon echt gewoon gat. Ze hebben echt alleen maar tonijn gepleurd gewoon. Ja. Je proeft meer tonijn dan je proeft bootje. Bootje? Proeft broodje helemaal niet meer. En dit is gewoon heel droog. Dit is gewoon saai. Het is gewoon kipham. Ja. Kipbam. Oh ja, die burger, die vond ik ook gewoon normaal. Ja, maar die burger, dan moet je gewoon naar de McDonald's gaan. Ja. Die vind ik niet lekker. Nou, ik vond hem niet vies. Ik zou hem nooit meer bestellen. Maar ik vond hem niet vies. Ik vond dat echt, en die toen echt vies. Gewoon, maar ik vind het zo'n gekke combinatie, dikke burger op een broodje. Ja, het bij de McDonald's. Dat is zeg maar de bedoeling van een burger. Ja, maar het is anders. Je weet hoe ik bedoel, dit broodje. Het klopt niet. Die burger zelf ook niet echt. Maar het Subway klopt het niet. Klopt niet. Mijn broodje.
Gewoon een dikke burger op een broodje. Ja. En we zijn ook wel, we hebben wel alles op het Italian Herbs broodje gedaan. Ja. Dat is gewoon onze lieveling. En we hebben saus. Chipotle. En ook nog koekje. Oh ja. Ik wil eentje proeven. Welke koekjes? Dit is gewoon. Die zien we wel altijd liggen. Nu ben ik altijd bang van. Koek ze lekker? Ja. Ja, die heb ik altijd met Daan. Oh. Maar die heb ik altijd die. Dit is cheesecake. Cheesecake. Oh. En chocolate chip en Smarties. Nou, laten we beginnen eten. Ik wil cheesecake. Zijn wel heel hard, of niet? Nee. Oh nee. Mmm! Lekker. Die cheesecake is. Nou. Doe ze even stil. Dit is ook gewoon. Hey, doe ze even stoppen. Doe ze even stil. Dit is eigenlijk een mukbang. Wat dan? Ja, want we zitten echt. We hebben echt. Ja, dat is gewoon. Ja, weet uur. Dit is gewoon lopen gewoon te snaaien wat te vertellen wat we lekker vinden. Waarom? We hebben het lekker over niks gehad. Nee. Ik vind het zo vol. Die vond ik lekker. Nee, vond dit ook. Nou? Wel. Maar dit kan je niet als een mukbang opnemen. Als je zoveel dingen wilt proeven, je kan het alleen maar daarover hebben. En, maar het valt ook allemaal uit elkaar. Het is allemaal. Die vrouwen waren zo aardig. Dus ja? Ja, ze waren allemaal aan het opruimen. Misschien. Ze waren zo bezig met onze bestellingen. Ja, ze zijn helemaal in de. Op de verwarme. Ja. Hebben ze lekker in de verwarmde tas gezet? Ja, op de verwarmplaat. Ah ja, oké. Okay. Als je bouwen zegt, ja, kom je nog een bestelling op aan? Want het is om 5 uur toch? Want het is nu 10:05 en ze worden altijd een beetje koud. Dus we staan 10 minuten. Ze waren helemaal in de stress van onze broodjes. Ja. Zo schattig. Dus ik zeg van, oh ja, ja, kom maar aan. Nou ja, vriendinnen. Au. Ja. Vriendinnen komen eraan. Helemaal. Ja, ze zei, oh, zijn jullie vriendinnen die het er komen ophalen? Dat was het eerste dat ze het ja. Zei toen inderdaad. Oh, die zijn de meiden die komen ophalen. Nou, en al die koekjes gaan zo op. Nee. Dit is zo rol. Het is gewoon lekker even iets zoeters. Eigenlijk had het liefst dat Dali er ook bij gezeten, hè? Ja, hij zei ook wel. Maar hij wil natuurlijk niet te veel, maar. Ja, hij zegt ook wel in de kamer, maar ik kan niet alles daarna opkomen eten. Oh. Ik zei nog. Gaan we dit zo opeten? Ik zei dat jullie zouden dansen met die meiden vanavond met een broodje mee eten. Nou, sorry. Ziet er niet uit? Zo ziet het eruit. Echt. Dan? Ze zit daarom niet goed. Oh. Kijk, zo ziet onze view er dus uit. Weird, ja. Hè? Echt weird as fuck, ik zit gewoon naar de muur te kijken. Maar, wat, zullen we even vertellen wat we vanavond gaan doen? We gaan zo meteen lekker naar Niem. Oh ja, we gaan naar Niem. Ja. Even, ja, ik moet nog een beetje omkleden, jullie niet. Ik was een beetje dood net. Gewoon aan het slapen. Nou, die was gisteren gewoon eigenlijk tot 4 uur gewoon bij vriendinnen mee te zitten. Ja. Maar die is opa. Nee, dat wel. Dat was very cool. Eigenlijk zou ik niet zuipen met auto naar huis. Ja, en dan zat ik half in de avond. Anne. Ik slaap toch bij Stan. Ja. Ja. Dus jij mag mijn auto hebben. Ja, ja, ja. Jij, ook, jij mag ook niet drinken dan. Dus ik succes met mijn auto. Dan stop ik met drinken en dan ga ik 3 uur later gewoon de zon uit. Dus we gaan nu naar Niem. Ja. Klaarmaken. Even gezellig maken. Lekker mijn muziekje aan. Kaars aan. Komen op mij aan. Ik heb die komen allemaal. Ja, allemaal leuk. Allemaal leuk! Eén is wel leuk, maar die ene is wel wat minder. Joanne. Jennifer. De sportgang. En Bo, ja. Ja, eigenlijk gewoon met sportmeiden. Ja, leuk. Okay. Ook leuk voor jullie om een keer te zien. Ja. Niet dat ze zo zien. Leuk voor jullie, hè? Nou, dat is wel leuk. Dat is echt heel erg mooi meegenomen in de vlog. Ik doe het voor jullie. Ik heb een fles champagne. Ik heb echt zin in champagne. Ja, neem mee. Ik ben helemaal champagne. Ja, ik ben zo in mijn champagne tour. Je was net nog weer door je wijn. Ja, ja. Nee, ik heb alleen nog. Nee, dat is champagne. Dat is echt, die zit ik echt helemaal in toe. Maar dat komt ook gewoon champagne heb gekregen. Ja. Ik ga nog liever dood dan ook nog een hap. Ja. Ik ben het zo zat nu. Appelkorn. Hoe gaan we naar het bouwtje? Met sparoot. Zo lekker. Met sparoot. Ja, hoe gaan we naar het bouwtje? Met sparoot. Taxi denk. Ja. Gewoon. Oh, ik vind die zo leuk. Gewoon zo hier bij mij. Ik word gepest. Nee. Dat is niet waar. Al die zielige combo's nu, ja. 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 Nee, zeg dat we nu nog eens hebben gedronken. Nee. Als we hebben gedronken, jongens, echt. Niemand wil in onze buurt zijn. Onze vrienden willen dat niet. Nee. Onze ouders willen niet. Onze broers, zus. Niemand wil in de buurt zijn. Als we zijn heel gezellig. Als we gaan ze springen. Dat mag niet. Dat mag niet van stap. Nou, en in restaurant echt. Het is dat ik dan dronken ben, maar anders zou ik me kapot schamen voor hoe wij lopen te blijven. Ja. Het is gewoon anders. Ja, ik heb het af en toe dat ik echt als. Ik heb ineens zo'n uitzoom momentje. En dan zit ik daar en denk ik, fuck. Kijk.
keihard te bladden. Dus dan zit ik echt om de 10 minuten opeens. Het is net als Sarah ergst is hoor. Ja. Een stemmetje, stem verheffen. Ja. Gelijk godverwel. Oh, leuk zeker. Hé, nee, weet je wat er gebeurde? Speaker! Dat zijn ze altijd. Stas zijn dat jezus, ze hebben weer een lijstspreker ingeslikt. Ja. Hoe heet het? We waren eigenlijk van de sub vandaan hier in rijden. Ja. Waren mensen jarig. Gast, weet je wat zij doet? Huh? Er zijn mensen jarig in een flat, zitten allemaal ballonnen en zo. Ze zegt, hé, het is jarig. Miep. Zwaaien, dus die mensen allemaal. Ik vind het zo leuk, want die mensen weten nog niet wie je bent. Die zitten zo lang naast, die gaan de hele dag naar die was dan. Ja. En als het zo naast. Ik zeg tegen hun meiden, we waren in de jacuzzi geweest, doe een beetje stil, mijn ouders zijn al liggen te slapen, dus rijf een beetje stil weg. Ja. Ik doe de deur dicht, ik word letterlijk miep, 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 miep. Echt als een toeterwedstrijd. En wij lopen elkaar alleen maar op te fokken. Ja. Maar dan hoor ik jou, dan ga ik dat door. Ja, nog een keer. Ja, dag. Nog een keer erbij, jij nog een keer. Even. Maar het ging de hele weg tot aan de grond. Stil en daarna komt er door de deur dat het gewoon één dikke toetenwedstrijd. Maar ik had op dat moment nog helemaal niet door dat ik dan ergens denk op jou of zo. Ik zat nog bezig met jou in die battle. En toen daarna stuurde jij in die app van mijn ja, ja, echt. Ja, ik zei stil, weggaan. Ik vind het mooi geweest. Geef blauw duimpje omhoog, abonneer, volg. Laat ons weten wat jouw favoriete stuk bij broodje is. Ja, doe zo. Laat even weten. En zien we jullie de volgende keer. Bye, you! Doei! Mooi hoor!